Ja, Ilias, sommige oefenwedstrijden kan ik me voorstellen dat je het leuk vindt. Maar tegen zo'n tegenstander die meteen heel fel is en heel veel wil lopen, is het lastig, hè? Ja, het is aan het begin van de wedstrijd aangegeven dat ze heel veel lopen en dat ze echt topfit zijn. En dat wisten we al van tevoren. En op zich vind ik dat we de eerste helft gewoon redelijk ons best hebben gedaan. En dat ook best wel ging bij vlagen. Alleen in de tweede helft zie je gewoon dat we fitter zijn. En dan gaat het minder, maken we slordige fouten. Ook achterin, naar voren toe, ook naar voren weer naar achter toe. Zag ik gewoon dat een beetje vermoeidheid een rol speelde. En dan loop je achter het feiten aan. En dan kom je op 1-3 achter, of kom je 1-3 achter en dan is het eigenlijk over. Ja, jullie hebben in de beginfase veel kansen en moeten eigenlijk dan al de beslissing maken? Ja, nou ja, we hebben met Paul volgens mij een hele grote kans. En daarna dacht ik ook nog een paar kleine kansjes. En als je die gewoon scoort, ja, dan moeten hun komen. En nu scoren we ze niet. Alleen Feyenoord trof van Thomas. En ja, dan blijft de marge nog heel kort. Of weet je, dat ze nog terug kunnen komen. En dan, ja, en dan komen hun en dan incasseren wij goals die eigenlijk helemaal niet mag. Zoals een corner bijvoorbeeld, moet je gewoon iedereen een man hebben. En dan moet je ervoor zorgen dat jouw man niet scoort. En dat gebeurt wel. En daarna krijgen we ook nog een paar slordige kansjes tegen. Wat dan net wel erin gaat. En dan, ja, dan loop je achter feiten aan. Ja, het staat toch een beetje slordig, hè? Tegen een derde Bundesliga club, ja. 3-1 verliezen. Nou ja, ik weet dat het is. Vorig jaar volgens mij deze wedstrijden ook. En dan is het ook wel moeizaam. En aan de andere kant, het is weer opstarten. We hebben 2 keer tegen de amateurs gespeeld, of 3 keer zelfs. En dan gaat het wat gemakkelijker en nu krijg je wat weerstand. Ja, dan is het toch wel wennen om weer een wedstrijd te spelen, echt een serieuze wedstrijd. Aan de andere kant, we hebben nog 2 wedstrijden als het goed is aan mijn hoofd. En daarna komt de Europa League. Dus ik denk wel dat wij gewoon nog een week echt nodig hebben om allemaal topfit te worden. En dan denk ik wel dat we er klaar voor zijn om Europa in te gaan. Ja, want eerder vandaag zag ik jullie bij de loting gezellig samen tijdens de lunch. En ik zag toch allemaal wel lachende gezichten. In ieder geval een applaus van lekker een tripje richting Portugal. Als je dan toch Europees mag spelen, dan is dit wel lekker, hè? Ja, nou ja, ik had zelf gehoopt op een mooie wedstrijd dan tegen West Ham bijvoorbeeld. Maar ja, volgens mij konden we die niet loten. Maar ik had wel echt een wedstrijd gewild waar je gewoon tegen bekende voetballers speelt. Ja. En waar het stadion echt vol is. En dat is dat je zeg maar niet snel vergeet. Alleen Portugal tegen wie je spelen is dan een minder grote club. Alleen je kan ze niet onderschatten, want ze zijn volgens mij 50 geëindigd in Portugal. Dus dat doe je het gewoon goed. Dus het wordt een mooie wedstrijd. Ik denk zelf dat wij de kans hebben om gewoon goed weerstand te geven. En misschien zelfs voor een overwinning kunnen gaan. Daar gaan we in ieder geval voor. En aan de andere kant is het allemaal mooi om zulke wedstrijden te spelen. En ik denk dat je deze wedstrijden denk ik nooit vergeet meer in je leven. Nee, want ja, wat je zegt, een aansprekende tegenstander was misschien ook wel heel mooi geweest. Maar ja, wat kun je zeggen over deze ploeg? Want ik heb even gegoogeld. Ja, veel Brazilianen, maar veel verder kom ik niet. Dat heb jij ongetwijfeld ook even gedaan, even gegoogeld. Nou ja, wat ons eigenlijk heel erg opviel was dat het stadion. Dat er maar volgens mij 5000 mensen inpast of zo. Of 2500. Ik weet niet meer wat ik precies moet geloven. Dus het stadion is best klein. Alleen wat ik ook begreep is dat er veel Brazilianen zijn en dat wil zeggen dat ze denk ik heel goed aan de bal zijn met mooie trucs en zo. En wij hebben wel jongens die wel aardig fel kunnen spelen in duels. Dus ik denk als wij gewoon doen als, hoe wij waren geëindigd vorig jaar, dan kunnen we zeker wel stappen maken in de eerste 2 wedstrijden. Ja, want daar kunnen jullie op voortborduren. Jullie hebben het hele elftal eigenlijk intact gehouden. Ja, voorin is er wat, ja, zijn er wat mutaties, maar ja, de angel en de as van het elftal staat. Ja, middenveld is zoals het was. Voorin alleen Weghorst dan die weg is gegaan. En achterin heb je dezelfde jongens. Dus op zich hebben wij gewoon hetzelfde team. Alleen we missen één speler, maar ja, Paul Gladon kan dat goed vervullen. Dus dat is aan de ene kant heel erg positief dat we gewoon niet aan elkaar hoeven te winnen. Dus dat is wel iets goed. En we hebben spelers erbij gekregen die gewoon het verschil kunnen maken. Aanvallend en verdedigend. Zoals Kuwas op rechtsbuitenpositie gewoon een goede aanwist. En met Prupper heb je nog een paar jonge gasten. Heb je Daryl. Dus op zich hebben we gewoon een selectie die gewoon elkaar allemaal scherp kunnen houden in de wedstrijden. Ja. En jij blijft aan boord, want er wordt altijd veel genoemd. Belhassani, het oogappeltje van Heracles. Veel belangstelling voor, maar ja, jij blijft gewoon in Almelo? Nou ja, ik heb een jaar contract. Ja, we weten allemaal dat het tot 31 augustus gaat duren voordat de windows weer sluit. Ik heb het hier echt naar mijn zin. Ik speel hier elke dag met plezier. En ik kan niet in de toekomst kijken wat er gaat gebeuren. Maar ik heb mijn zaak waarnemen en die houdt zich bezig met wat er buiten het voetbal allemaal speelt. En mijn ding is gewoon focussen op Heracles en er klaar voor zijn uiteindelijk om 28 juli er klaar voor te zijn om te stunten in Europa League. En zolang niks hoor,
ben ik hier gewoon met alle plezier. Ik wil zeggen, en daar kun je nog mooi in de etalage zitten, toch? Ja, dat heb ik heb je ook nog. Na die wedstrijd heb ik ook nog genoeg tijd om af te wachten wat er allemaal kan gebeuren. Maar nogmaals, ik ben daar echt niet mee bezig. Ik heb het hier naar mijn zin. Ik moet ervoor zorgen dat ik 100% topfit ben. Om uiteindelijk 28 juli een goede wedstrijd te spelen met het team. En hopen dat wij gewoon kunnen stunten zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan. Ja, succes, want ik zag je een beetje hinken nog. Tikkie van die Duitsers. Ja, Duitsers, hè, die gaan overal veld erin. En ik heb nou last van mijn enkel en... Ja, van mijn heupen. Dus hopen dat dat in de komende dagen herstelt. En dan dat we gewoon vanaf maandag, als ik goed zeg, gewoon weer fris aan de week kunnen beginnen. En dat we gewoon kunnen werken naar 28e. Succes. Dankjewel.